Hoi, ik ben Meerte. Welkom in de studio. Ik ben bezig met het maken van 6 keramieke schalen. Dan maak ik er wel eentje extra voor het geval er iets fout gaat, want dat is altijd een beetje lastig met keramiek. Voor mijn afstuderen ben ik ook veel met keramiek bezig geweest, maar ik hou eigenlijk wel van om veel verschillende materialen te gebruiken. Dus we hebben hier ook een zeefdrukstudio. Ik maak linosnedes, werk ook graag met potlood, dus eigenlijk van alles en nog wat. Als ik begin aan een opdracht of een nieuw project, dan maak ik meestal echt gigantisch veel schetsen. En eigenlijk door middel van dat schetsen maak ik het ook steeds concreter wat ik nou eigenlijk wil laten zien en waar ik het precies over wil hebben. Bij deze schetsen begon ik wel met het idee dat ik heel graag in beeld wou brengen hoe het nou was om de overstromingen in België mee te maken. Want ik was daar op dat moment aan het werk. En nou ja, dat was gewoon een hele rare situatie waarvan ik niet had gedacht dat ik het zou meemaken. En daar wou ik wel graag werk van maken om nou ja, dat gevoel over te brengen. Dus toen ben ik allemaal schetsen gaan maken. Nou ja, steeds ook heen en weer gegaan van wat vind ik er mooi aan, wat vind ik werken, wat vind ik niet werken. En uiteindelijk dat steeds concreter gemaakt. Ik heb eigenlijk een lap klei helemaal uitgerold. Die heb ik in een vorm gedrukt. En voor de onderkant heb ik ook een lap klei uitgerold. En als dit dan een beetje droog is, dan houdt het zijn vorm wat beter. En daarna laat ik ze drogen totdat ze bijna helemaal droog zijn. En dan doe ik een underglaze op. En die underglaze is eigenlijk een mengsel van klei, in dit geval zwarte klei, en water. Dit vind ik eigenlijk ook wel een heel leuk gedeelte van het proces, omdat het nou ja, soms bijna een soort meditatief is of zo. Omdat ik mijn plan dan al klaar heb en dan hoef ik bijvoorbeeld alleen maar één laag nog een underglaze eroverheen te doen. Ook al vind ik het schetsen ook wel heel leuk, maar daarin kan ik soms moeilijke keuzes maken welke schets ik nou uiteindelijk wil gebruiken. Als het goed is, is de underglaze nu droog. En wat ik dan ga doen is eigenlijk de bovenste laag, dus die zwarte laag, die kras ik eraf. Waardoor dat witte zichtbaar wordt. Dus eigenlijk werk je in een soort negatief. Waarbij je dus witte lijnen maakt door de bovenste laag eraf te krassen. Je bent eigenlijk gewoon de hele tijd bezig met allemaal kleine lijntjes zetten. Maar het is dan wel heel leuk dat je aan het einde, als je klaar bent, om te zien dat het wel een mooi geheel is geworden.